Welkom weer bij deze nieuwe boodschappenshoplog van de Albert Heijn dit keer. Ik heb bij de Albert Heijn mijn boodschappen besteld. Ik laat jullie zien wat we allemaal nodig hebben voor deze week en wat de bestelling bij de Albert Heijn heeft gekost. En we gaan van start met de koelkast en de diepvriesproducten. Ik heb 2 keer 1,5 liter halfvolle melk, Griekse yoghurt, ijsjesmix van Albert Heijn. Allemaal verschillende soorten, echt hele leuke. Regenboogijsjes, die waren vorig jaar heel erg favoriet hier zo. Van die roombekertjes. De tandpasta was in de aanbieding. 4 voor 3 euro of voor 4 euro, meen ik. Olveriet was met 15% korting. Daar heb ik ook wat potjes van ingeslagen. Verse brood was in de aanbieding. 2 plus 1 gratis. Dus ik heb 3 van dit heerlijke verse brood. Wattenstokjes. Va douche was in de aanbieding. Daar heb ik er 2 van. Volgens mij heb ik er nog meer. Een Galia meloen. Zoetappeltjes. Verse friet. Van die mini krieltjes heb ik er 2 van. Kaas was ook in de aanbieding. De jonge kaas heb ik en de oude kaas. Eiersalade. Kipfilet. Ook een aanbieding. Rookkaas, ook een aanbieding. Ja, het was bij Albert Heijn heel veel dingen die ik nodig had in de aanbieding. Krulsla, melange en boomstammetjes. En het laatste deel staat ook weer klaar. Ik heb hierachter de ovenbaked chips. Ik heb de paprika smaak en de naturel smaak. Voor school heb ik deze fruitrepen met appelsmaak. Wat mini appelmoesjes voor Fleur. Die vindt het nog wel lekker bij het eten af en toe. YoFresh om af en toe een sausje te maken voor bij die chips met chilisaus. En dit is echt heel erg lekker. Karamel stroop voor de pannenkoeken. Dan heb ik hier 2 maal appelwater. Carver Zeevitam was in de aanbieding. Ik heb de bosvruchtensmaak, grenadine en de frambozensmaak. Voor school, voor mijn nichtje, heb ik hier vitamindrank. En dit is de granaatappel framboos. En dan heb ik hier nog een smaak. Dat is volgens mij mango. Als ik het goed zie zo. Ik heb een drinkyoghurt. Popcorn. Chocoladevlokken. Krusli was in de aanbieding. 1 plus 1 gratis, meen ik. Cookies en cream en chocoladesmaak heb ik. Nog een potje groente voor Rosa en verstekeling. Tissues, een boerencake, dat is nog een va voor onder de douche, die hoort nog bij die andere set, dat is 3 voor 4 euro meen ik. Bruine bolletjes, 2 maal koffiemelk, kruidkoekrepen en ontbijtkoekrepen, vaak ook in de aanbieding, lekker voor mee naar school. Speculoos, bananen, café pindakaas, peren. M&M's voorbij de popcorn vinden de kinderen heel erg lekker. Ik trouwens ook, maar vooral de kinderen die hebben op woensdag doe ik altijd popcorn en dan doen we M&M's erbij. Dat vinden ze heel lekker. En de iets kruimige aardappelen. Dat waren de boodschappen weer. Ja, de Jumbo die kon niet meer leveren. Ja, ik had echt bijna een week van tevoren, ik kon geen leverdatum meer vinden die bij mij past op dat moment. Ik kon zelf ook heel veel avonden niet. Of, overdag niet, dus het lag wel een beetje aan mezelf, maar het was ook beperkt bij de Jumbo, merkte ik. Dus ik ben overgegaan naar de Albert Heijn. Ik denk, nou ja, daar hadden ook leuke aanbiedingen, dus daar heb ik gebruik van gemaakt. Ik was totaal 135 euro kwijt voor deze boodschappen. En dit waren de boodschappen eigenlijk weer. Ik heb eigenlijk ook niet heel veel te melden dan dat het bloedheet is. En zoals jullie zien, helemaal rood hoofd. Ik neem dit ook later op, want ik filmde altijd de boodschappen en dan later... kijk ik altijd terug wat het ook weer het bedrag was geweest. En ja, zeg je voor je tegen jullie en doe je tegen jullie. Ja, dat is heel erg, maar zo moet ik het eventjes doen. Want het werkt niet altijd op het moment dat ik dan de boodschap heb gefilmd. En is het soms niet heel handig om ook nog, want soms komen ze heel laat en is het heel donker. Nou, dat dus. Maar dan moet je het soms even op een ander tijdstip opnemen. Ja. Ik dank jullie wel voor het kijken naar deze shoplog. Vond je het leuk? Vergeet niet een duimpje omhoog te geven. En te abonneren op mijn kanaal hier beneden op de abonneerknop voor nog meer vlogs, shoplogs en wellicht andere soort video's. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Het wordt super heet, dus geniet ervan.
Doei!